Goedendag, Frank Lampier. In deze video ga ik het met je hebben over veelgemaakte fouten bij het trainen van de schouders. Dus, jouw doel is grotere ronde schouders te krijgen. Nou, waar wil je dan op focussen? In principe waar je heel erg naar moet kijken is eigenlijk, houd de spanning op de juiste spieren tijdens de beweging. Dat is het belangrijkste waar je op focussen. En train je daadwerkelijk de kop die je wilt trainen. Dus als je je schouder neemt, je hebt je voorkop, die zit aan de voorzijde. Dan heb je je zijkop en je hebt je achterste kop. Dat zijn eigenlijk de drie grootste delen van je schouder die je wilt trainen. Dus wat je eigenlijk wil doen sowieso, is eigenlijk ervoor zorgen dat je wel een eerlijke verdeling daarvan hebt dat je doet. Dat je niet alleen maar pressbewegingen doet waarbij je de voorste kop traint, waardoor de zijkant en de achterkant eigenlijk nadelig achterlaat. Dus daar wil je zeker rekening mee houden. Ook wil je eerlijk naar je objectief, naar je fysiek gaan kijken, van zijn ze in verhouding? Want vaak is het zo, als je veel bankdruk, veel borst doet, dat de voorkant van je schouder al vaak veel meer ontwikkeld is dan de achterkant. Dus misschien is het slimmer om bij je schoudertraining meer op de zij en de achterkant te focussen, zodat je uiteindelijk die ronde schouders krijgt waar je waarschijnlijk naar op zoek bent. Nou, dan zijn het natuurlijk techniek dingen waar je naar wil gaan kijken. Daar wil ik het meer als eerst over gaan hebben. Nou, een van de tests die je voor jezelf doet, en dan ga ik even zijwaarts zitten zodat je het nog kan zien, is als je gaat zitten en ik ga gewoon trots rechtop zitten. Borst op, rug recht, en ik doe mijn handen en ik breng mijn handen omhoog. Nu zie je dat als ik omhoog kom, dat ik hier eigenlijk ga blokkeren. Als ik echt helemaal daar wil komen, want dat is waar je wil komen, dat je arm in gelijke lijn zit met je oor, dat is eigenlijk waar je wil komen. Maar als ik gewoon merk, ik ben een beetje stijf, ik doe een beetje expres voor, en ik kom hier, is het natuurlijk niet heel slim, want ik ga proberen om shoulder press te doen, en ik merk dat ik eigenlijk die kant op druk. Want dan ben ik eigenlijk buiten mijn bewegingsuitslag bezig. Dat is uiteindelijk hoe je klachten krijgt. Dus een van de dingen die ik aanraad als je bijvoorbeeld een shoulder press doet, dus in de plaats van naast je lichaam zo omhoog, is het ook mogelijk door in plaats van je handen in plaats van hier te houden, wat meer hier te houden en dan schuin naar achter omhoog te duwen. Is een stuk veiliger waardoor je het voor elkaar krijgt. Een ander punt is waar ik mee hou, hou ik spanning op mijn schouder of zak ik onnodig ver door en ga ik in mijn banden hangen. Dus hier staat de spanning op mijn spier, voel ik ook, dit is hard. Zak hierdoor, ik zit gewoon zacht, maar hij trekt niet in mijn banden. Dus daar is een verschilpunt tussen. Dus let goed op. Hou ik spanning? Wanneer is het laatste punt waar ik spanning kan houden? En stoot je hem dan helemaal uit? Dus dat is hetgene waar je op moet focussen. Nou, andere is, maar één die heel belangrijk is, bijvoorbeeld als je een side race doet. Als je omhoog gaat, controleer je hem ook op de weg terug. Of doe je omhoog en laten vallen. Daar zit een heel groot verschil tussen. Dus denk echt na als een spier wil ontwikkelen. Uiteindelijk is de tijd onder spierspanning het meest belangrijke. Een spier ontwikkelt, als ik even mijn bicep als voorbeeld neem, niet door de beweging alleen maar te doen. Het gaat om de spanning van bot tot bot. Dus mijn bicep hecht aan op mijn onderarm en op mijn schouder. En dan gaat het eigenlijk hoeveel spanning staat op de aanhechtingspunten van die twee spieren staat. En dat komt eigenlijk hoe lang staat het onder spanning. Dus maak zo'n groot mogelijke beweging met spanning onder die tijd. Hoe langer dat is en hoe meer die weerstand is, hoe meer die gaat groeien. Dat is waar je op wil gaan focussen. Dus het is niet erg. Het is heel belangrijk dat als ik bijvoorbeeld een shoulder press doe, dat ik hier niet uitrust, maar dat ik continu spanning hou en weer naar boven ga en weer gelijk terug ga en spanning hou. En dan gaat het ook heel erg branden. Nou, ander belangrijk punt voor de schouders is, en dat is eentje waar ik zelf achter ben gekomen. Toen ik vroeger begon met trainen, deed ik heel veel shoulder presses, ging ik heel zwaar doen. En daar ben ik op een gegeven moment best sterk. Ik kon op een gegeven moment 50 kilo dumbbells kon ik uitstoten, daar was ik heel trots op. Alleen mijn schouders groeiden niet echt. En nou, waar ik dus uiteindelijk achter kwam van, pressbewegingen zijn niet echt de manier waarop je schouders heel erg sterk gaan. Ze worden wel sterk, maar ze worden niet heel rond. Daarvoor moet je veel meer op side races focussen. En eigenlijk alle front races, side races, achterkant schouder races. En veel hoger dan herhalingen. Je hebt verschillende type spiervezels. Je hebt type 1 en type 2. Type 1 zijn type spiervezels die voor meer uithoudingsgericht zijn. Type 2 zijn vaak voor exclusievere bewegingen. Denk bijvoorbeeld Usain Bolt sprinten is voornamelijk type 2. Je schouders, zeker voor de ontwikkeling, zijn meer richting type 1. Die reageren beter op hogere herhalingen en een stuk meer. Nou, ander ding waar ik inmiddels achter ben gekomen is, een aantal jaar geleden heb ik een coachingsprogramma gerund. En dat was een case study programma. En dat was eigenlijk het doel was gewoon in 8 maanden tijd zoveel mogelijk spiermassa opbouwen. Nou, de eerste paar maanden was algemene spiergroei en daarna had ik specialisatiefases. En ik had voor verschillende spiergroepen specialisaties gemaakt, waaronder de schouder er ook één was. En de schouder is de enige spiergroep waar ik ontdekte tot een hogere frequentie, dus vaker in de week de spiergroep trainen, tot meer groei lijkt. Dus daar trainen we op een gegeven moment trainen ze 4-5 keer per week, beginnen met zijn schouders trainen en de schouders groeien sneller dan bijvoorbeeld als je dat bij borst doet of bij benen, was het nadelig, dan werkt het niet. Maar voor de schouders werkte dat positief. Dus dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je in de plaats van dat je 4-5 schouderoefeningen op een dag doet, door er elke dag 1 of 2 doet. En dan ga je op een gegeven moment merken dat ze wel sneller gaan groeien. Dus als je denkt, mijn schouder loopt achter, is dat mogelijk een strategie die je kan toepassen, waardoor je uiteindelijk meer progressie krijgt.
Dus dit zijn wat algemene tips als je denkt van mijn schouders lopen achter, ik wil ze graag wat beter hebben. Nou, vond je deze video waardevol? Laat even een duimpje achter. Heb je hierover nog vragen? Laat hieronder een reactie achter en dan spreek je snel. Tot dan.